that's the sound of the police. En ik hield dit de gehele act vol, had ik dan iets anders door. Waarom zou ik zo gekleed gaan? Misschien ben ik wel schuw en durf ik mijn ware ik niet op het podium te tonen in een volle zaal. Om een aantal onbekenden te laten luisteren naar mijn verhaal. Word ik geprofileerd op een bepaalde manier bejegend? Terwijl ik net van buiten kom en het regent. Of misschien verberg ik die gigantische pijs die voor ons op het gezicht is verschenen. Want wat voor mij helpt, is dat ik jullie allemaal naakt visualiseer, van boven tot aan beneden. Ik probeer te staren naar de diepe of in de felle lampen. En niet naar de mensen. Gelukkig zie ik vandaag niet zoveel, want ik heb -4 en ik draag nu geen lenzen. Ik verberg me achter een vriendelijke stem en een glimlach. Maar dat wil niet zeggen dat het gezicht achter het masker wel naar je lacht. Heb je daar wel eens over nagedacht? Waar haal ik het lef vandaan mezelf te kronen tot een rechter? Maakt dit mij echter of maakt het mij slechter? Besluit het voor jezelf. Probeer het rechte pad te volgen, maar de weg is zoek. Hoe durf ik een oordeel te vellen over die zwerver op de hoek? Hem een junk te noemen en zeggen dat leven op straat in Nederland... Hem een junk te noemen en zeggen leven op straat in Nederland is een keus. Terwijl deze man zijn gezin is kwijtgeraakt in een auto-ongeluk en de gevolgen waren desastreus. Vrouw overleed, al zijn tijd, geld en energie ging naar zijn dochter in het ziekenhuis. Kon niet meer werken, geen baan is geen geld in de kluis. Van geen geld naar hypotheekachterstand, van hypotheekachterstand naar geen huis. Ten vergeefs heeft zijn dochter dit niet overleefd. Geen huis is dakloos. Vertel maar nog een keer dat deze man hiervoor koos. Wat maakt mij een rechter? Voor de blanke ben ik een gangster omdat mijn petje past. En voor de donkere fake door mijn stropdas. Ik ben het zat, al die automatische voordelen, het zijn er vele, maar dat kan me nu echt niet meer schelen. Iedereen doet alsof ik voel de haat en nijd, ik voel het kwaad en spijt. De strijd, het feit staat geschreven, getekend voor het leven. Je wilt het niet kwijt, maar toch staan we allemaal bij iemand in het krijt. Wie maakt mij een rechter? Wie de echte criminelen zijn, dat weten we niet. De onverwachte gevallen berekenen we niet. Kijk naar Robert M. en Karel Noten, die onder onze neus van andermans kinderen genoten. Wat is een boevenpak? Niemand loopt op straat rond met een zwart-wit gestreept shirt, met een sticker boef op zijn hoofd geplakt. Als het leven een examen was, zijn we allemaal wel eens gezakt. Geen van allen zijn we veilig en geen van allen zijn we heilig. Je kan een mooie grafiek voor me tekenen en zeggen, het criminele circuit bestaat uit Je kan een mooie grafiek tekenen en zeggen, het criminele circuit met allochtonen kom af, dat is het grootste aantal. Maar wie zegt dat ik in die categorie val? Begrijp me niet verkeerd. Het irriteert me ook, die wannabe gangster taferelen, bedreigen en tasjes stelen. Van het kruis grijpen, afgezakte broek en het gangster loopje. Maar toch ergens hoop je. Op een verbetering van die kant. Daarom houd ik mezelf altijd een joker achter de hand. Nu lijkt het net alsof ik tegen het systeem trap en dat ik voer geef voor munitie. Maar niets is minder waar, want namelijk ik zelf werk voor justitie. Wie van jullie heeft dat gedacht trouwens? Even handjes omhoog. Ja, toch wel. Of zijn we nu aan het ethisch profileren en het vooroordelen? Maar dit is alleen mijn visie. De manier hoe ik het zie. Mijn blik. Maar ja, wie ben ik? Woep, woep, woep.